Waar zijn we? Shanghai. In het, op dit moment in het, bij het Crown Stadium. En eigenlijk is die naam best wel goed gekozen, want het is echt zo'n kroon met van die sleuven erin. Of ik weet niet zo goed hoe je dat moet omschrijven. En daar werd nu de World Cup gereden en hier wordt dus ook het wereldkampioenschap gereden in maart. Dus dan hebben we alvast voor kunnen proeven wat, hoe het ijs ervoor staat. Mooi stadion, van binnen. Ja, ik ben nog wel, in het begin verdwaalde ik weg wel een beetje hoor. Want dan kom je uit een gang en dan weet je nou niet meer aan welke kant je zit. Een beetje gedesoriënteerd. Maar ja, echt, echt heel groot stadion. Er kunnen ook ontzettend veel mensen in. Ik weet niet hoeveel, jij? Maar volgens mij waren er voor dit weekend 12.000 kaartjes verkocht. Voor zaterdag en zondag. Ja, voor zaterdag en zondag. Hier heb ik vandaag mijn 500 meters gereden en kijk maar naar het resultaat. Ik had een goede kwartfinale en daar reed ik al een best wel dik persoonlijk record, dus het gaat al sneller. En dat kon ik goed aan, daar was ik echt heel erg blij mee toe. En de halve finale ging eigenlijk ook goed. Ik reed zo makkelijk dat ik eigenlijk heel onrustig van werd in mijn hoofd. Maar shit, het gaat echt heel makkelijk. Ik kan gewoon, ik wil iets doen, ik moet iets doen. Maar daardoor bleef ik niet cool genoeg, zeg maar. En ondernam ik geen goede acties. Het was natuurlijk pas mijn eerste halve finale. Dus wat dat betreft is het allemaal... wel goed, maar ik wil het dan eigenlijk ook wel meteen weer goed doen. Ja. En de B-finale wilde ik echt winnen, maar ik kwam niet in mijn slag. Dat was hem niet helemaal.